Yo mensen, welkom bij een nieuwe video. Zoals jullie zien, ik heb een glimlach op mijn gezicht, want ik ben met... Junior Vertongen, we zijn er. Weet je hoe vaak? Wij zien elkaar alleen als we samen ergens heen gaan. Daarom, en jullie moeten nu 3 keer raden waar we heen gaan. Wij gaan naar een voetbalwedstrijd, en niet in Nederland, maar wij gaan naar... Duitsland. Wij gaan gewoon Borussia Dortmund checken. Borussia Dortmund is de tweede beste club. In Duitsland, toch? Ja, toch wel. En een supermooi stadion. Ik denk op vlak van sfeer van de supporters staan ze wel op 1. Je zou wel kunnen, ik denk het ook. Maar, we gaan met de auto. We gaan gewoon ongeveer 2,5 uurtjes rijden met mijn auto. En dat wordt een heel avontuur. Maar, wat wij ook altijd gaan doen, als wij samen op reis gaan, zeg maar, en naar een voetbalclub. We gaan een voetbalshirtje scoren. Tenminste, ik weet niet of jij down bent. Komt goed. Ik weet niet, man. Zal ik het ook halen? We gaan het zien. Ja. Laten we in ieder geval de auto instappen. We hebben wat eten gefixt. Chocoladebroodje, drinken. Kijk, hij gaat snoep lopen eten. Al het eten is op, letterlijk in mijn buik nu. Ik hoor je. Ik zou zeggen, laten we instappen en navigatie checken. Dat is even belangrijk. Het is op het moment 11:50 en we komen om 14:20 aan. Dus als wij gewoon een beetje gas geven, als we gewoon normaal rijden. Komen we lekker op tijd aan, want de wedstrijd is om 17:30. Dus ja. We zijn 3 uur. Op voorhand zijn we zeg maar daar. Maar ik durf wel te weten, hè, broer, dat als we aankomen, dat het daar echt al druk gaat zijn. Maar dat is leuk. Dat is de sfeer, zeg maar, sowieso. De club heeft, zeg maar. Dus sowieso. We gaan onderweg richting Duitsland. Ik zeg je eerlijk, bro, ik snap gewoon niet dat wij naar best wel wat voetbalwedstrijden zijn gegaan. Ook voor de vlog, zeg maar. Ja. Maar gewoon nog nooit naar een Premier League wedstrijd. Gaan we dat regelen? Maar ik snap het gewoon. Gaan we dat regelen of niet? Het moet. Dit seizoen nog proberen te gaan. Ja, er zijn nog 3 wedstrijden. Is goed. Of zo. 3? Ja, er zijn nog 3 of 4 wedstrijden. Oké, okay, we moeten op snelheid zijn. We gaan het proberen. Maar te gaat het lukken om gewoon naar Man City te gaan? Of is dat een beetje prijzig? Qua prijs is het wel koude duur. Okay. Maar we gaan kijken of we misschien iemand kennen zodat we via kunnen gaan. Ik zeg eerlijk, ik ben Matties met Nathan Ake, man. Bro. Nee, ik maak grapje. Alles kan, bro. Misschien landen we in Arsenal ergens, bro. Zo, Arsenal zou ook zo gek zijn. Bro, kan perfect. Nee, maar serieus, laten we kijken. Ja, maar 100. Nee, de kijkers moeten zeggen of wij het moeten doen of niet. Bundes, we zijn in Duitsland. Kijk, Moaki geeft het ook aan. We zijn in Duitsland. Kijk het hier. Bro. Ziet het ook meteen aan de wegen. Kijk het hier. Kijk alsjeblieft die wegen. Deze wegen zijn echt gewoon... De gazen, toch? Ja, maar helaas rijd ik nog niet in een Ferrari, dus kunnen we dat helaas niet doen. We zijn aangekomen in Duitsland. We hebben ongeveer een, hoe lang gereden? Een klein uurtje, zeg maar. We zijn al gewoon in Duitsland. Ja, zoiets. We moeten nog een uurtje doorrijden en we zijn in Dortmund. Ik had wel laatst, ik weet niet of jij dat ook wel eens hebt, dat je Dortmund en Düsseldorf, zeg maar, door elkaar houdt. Nee. Nee? Nee, alleen jij hebt het. Oh, want Düsseldorf is die airport toch waar heel vaak mensen zo. Ja, correct. Hij is duidelijk in Duitsland, gelijk gas, hoor. Snelheid. Als ik ooit op een dag een snelle sportauto heb, ga ik net als Don de Jong en zo gekke video's maken dat ik op de Duitse baan gas ga geven. Maar zover zijn we nog niet, we moeten het nog doen met deze auto. Maar nog een uurtje even gassen en dan zijn we er. We zijn aangekomen, we zijn uitgestapt. Het is nu wel al 3 uur 's middags. We hebben hem geparkeerd bij een universiteit, 10 minuten van het stadion vandaan. En als het goed is, vertrekken daar allemaal mensen met een shuttlebus richting het stadion. Ik denk dat wij ook even die shuttlebus moeten gaan pakken. Deze parkeerplaats was 2 euro. Lekker goedkoop. Misschien, Junior, ik ben nog steeds aan het nadenken. We weten dat we zeg maar, een camera niet kunnen meenemen. Ik zou het niet meenemen. In het stadion. Ik zou het niet meenemen. Dus wat ik dan moet gaan doen is, kijkers, ik moet de hele tijd met mijn telefoon gaan filmen. Maar ik weet niet, iets voelt zeg maar van... Wacht, laat me even mijn geheugen eigenlijk checken. Ik zeg hem, neem het niet mee, waarom? We zijn nu 40 minuten verwijderd van het stadion, toch? Loopafstand. Stadion is 5 minuten met de auto. 5 minuten. Je moet weten, het is 5 minuten met de auto, maar er is druk verkeer. Dat is ook al niet iets. Op deze weg, niet kuppen. Bro, er is druk verkeer, bro. Uiteindelijk moeten we onze tickets nog gaan inscannen. Daar is ook een hele lange rij. Oké, weet je wat? Toch? Weet je wat? Kijkers, wij gaan met de telefoon verder filmen. Oké, we gaan verder filmen met de telefoon. Zoals jullie hier achter mij zien, er is een shuttlebus. Deze bus gaat om de 5 minuten richting het stadion. Dus we gaan gewoon instappen. Kijk, we hebben plaatsgenomen. Ik durf te weten dat je gaat vallen. Nee. Waarom ga ik vallen? Omdat je zat nu goed vast hebt. Kijk hier, gewoon mijn hand. Ik zit goed. We zijn de bus alweer uit en je ziet de menigte. Het is super druk hier, zo we lopen met z'n allen richting het stadion. Ik zie daar bijvoorbeeld al dat je sjaaltjes kan kopen, maar ik wil naar de officiële fanstore. Want ik ga hoe dan ook een
shirtje scoren van Dortmund. Ik zei bijna shortje. Maar, ja, shortje kan je ook doen, net als bij Real Madrid. Shortje? Nee, shortje is een broek in het Engels. Ik weet niet of ik een volledig tenue dit keer wil. Misschien ook het gewoon bij een shirtje. Maar ja, dan moeten we eerst die fanshop vinden. En ik weet al trouwens wie ik op de achterkant ga doen van dat shirt. Vertongen? Nee, natuurlijk niet. Ik ga ook geen Mohamed of Chatmo erop zetten. Maar ik ga Bellingham erop zetten. Dat is een hele goede speler van Dortmund. Dus we moeten hem wel gaan representen. Ja, op dit of gewoon een shirtje kopen van Bellingham? Shirtje kopen van Bellingham. Dat bedoelde ik. Yo, ik dacht dat ik een fanshop zou tegenkomen. Kom ik deze bus tegen? Nee, maar deze bus, dat is hem niet. Yo man, dat is goed. Hoe is het? Goed man, met jou. Yo, ik kom veel Nederlanders tegen man. Daarom broer. Ik kwam net ook al eentje in de bus tegen. Ik zag jou voetballen op die parkeerplaats man. Ik zag net? Ja man. Hoor dit? Maar ik dacht van wie zijn die? Kan niet bro. Eerlijk, je zag van het lukte niet, wist je gelijk is chat hoor. Ja, maar ik zag deze man. Ik zie je gaan fout man. Maar hey, weet je of er, want ik zie jou hier staan toch? Maar weet je of er een officiële fanstore is? Want ik wil een shirtje kopen. Ja, maar dat is bij stadion. Bij stadion hè? Dat is niet hier zo. Ja toch? Thanks. Ga je zien, ja, rustig aan. Oké, we zijn aangekomen hier bij de fanshop. Was eigenlijk niet zo ver. We liepen niet zo ver. Maar als jullie daar kijken, daar is een groot logo van Borussia Dortmund. En daar is de ingang. Maar er staat best wel een grote rij. Volgens mij begint hier ergens al die rij. Dus laten we in die rij staan, man. Bro, je wil echt in die rij? Wil jij niet in die rij staan? Ik zeg je eerlijk, ik moet wel een shirtje scoren. Oké, ja. Ik moet een shirtje scoren. Hou je in die rij staan, maar bro, kijk eens. Bro, kijk, zie je dat? Wat? En ook, dat gaat tot binnen, bro. En dit zijn de mensen die in de rij staan om gewoon te kijken, hè. Maak je al geen zorgen. Die kopen. Maak je al geen zorgen. We staan er, voor de ingang. In het Duits is het eingang. Maar we moeten wachten, omdat het anders te druk is in de winkel. Nee, we moeten, en kijk de rij. Weet je waarom we moeten wachten? We moeten plaats maken voor Chatmo, daarom. Hij heeft gesproken, man. Ze moeten even VIP-service bieden. Oké, we staan zeg maar al een kwartier of zo hier in de fanshop. Super druk, super warm. Shut down. Paniek, maar we hebben een probleempje. Ze verkopen hier nog zeg maar geen shirts met al spelernamen erop. Dus we moeten eerst een shirt vinden en dan laten bedrukken. En er staat een lange rij, et cetera. Wedstrijd is over anderhalf uur. Of over een uurtje alweer. Ik ben aan het nadenken. Want ze hebben ook mijn maat niet. Ik zie nergens maat S in een voetbalshirt. Paniek. Ik weet niet of ik hem ga vinden. We hebben een L gepakt. Een grote L. Het is uitverkocht. We hebben helaas geen shirtje kunnen scoren. Dus we lopen hier maar gewoon met een Nike-jasje rond. En gewoon accepteren. Ik vind het jammer, man. Want ik heb gewoon tot nu toe, elk stadion waar ik ben geweest, heb ik een shirtje gehad van de club die ik bezocht, zeg maar, met een speler. Jammer dit. Ik zeg je eerlijk, ik zie iedereen wel met een biertje rondlopen. Je hebt ook een biertje? Nou, ik wou het eigenlijk aan jou vragen. Nee, bro, ik drink geen alcohol. Drink ook helemaal niet. Zou ik ook nooit doen. Tuurlijk! Hé, hey, jij bent de vijfde die me herkent vandaag, of zesde. Ja. Gaat hard, man. Ik zeg je eerlijk, het verbaast me wel, man, hoe vaak ik in het buitenland word herkend. Ja. Wat vind je ervan, junior? Er zijn veel Nederlanders in Duitsland, hè. En zo naar de mensen die me, als ze me zien, me gewoon groeten, positief zijn, pikaatje maken. Ik hou van jullie, man. Doe dat vaker. Ik hou van jullie energie. We zijn aangekomen bij de ingang waar we moeten zijn. Het is best wel rustig. Ik heb bij clubs gestaan waar je gewoon een uur in de rij moet staan. Jij sowieso? Ja, ik niet. Nee? Nee. Sorry. Bro heeft pluk. Als we kaartjes halen, zijn het groene kaarten. Rechtdoor. Ik moet er wel bij vermelden, we hebben dit keer niet super bijzondere tickets. Waarschijnlijk zitten we ergens super hoog. Dus we hebben niet super veel zicht. Maar we gaan het allemaal zien. Ik kan in ieder geval zeggen, ik heb geen 300 betaald voor een kaartje ofzo. Het is gewoon een normaal kaartje. Moment van de waarheid. Wij zitten echt hoog. Maar op zich, we hebben wel uitzicht hoor. Dit ziet er top uit. Ik zeg eerlijk, vanaf deze afstand kan je gewoon prima voetbal kijken, toch? Ja. Het is oké. Het is oké, toch? Nu nog erachter komen waar we precies zitten. Ik weet eigenlijk echt niet waar we zitten. Oké, we hebben plaatsgenomen. Ben jullie helemaal vergeten te zeggen. Borussia Dortmund speelt vandaag tegen Wolfsburg. Dortmund staat tweede. Wolfsburg staat zevende. En Dortmund moet even winnen om eerste plaats te pakken, man. Ik denk dat Bayern München met de titel gaat eindigen, sowieso. Ja? Ik gun het Dortmund. Tenminste, nee, Bayern is ook wel hard. Ik weet het niet. Best wel luidruchtig hier. Ik ga proberen een beetje dingen van de wedstrijd te filmen. Alleen, we staan best wel ver van het veld af. Dus we zien niet heel veel. Kijk, we zien wel het hele veld. We zien precies waar de bal heen gaat. Maar we weten namelijk niet wanneer wie speelt, zeg maar. Zo klein zijn die mensen, ja. Check dit. Dit is het uitzicht wat we hebben. En ik zoom even in. Kijk, we kunnen gewoon ballen zien, et cetera. Maar we kunnen niet precies zien welke spelers wat doen. Maar ja, we hebben ook echt best wel voor super goedkoop een kaartje gescoord. En wij dachten, het is gewoon de reis waard. En zijn er gewoon, genieten wel, dat wel. De wedstrijd gaat bijna beginnen. Ik weet niet wat er gebeurt. Iedereen begint ineens te staan. Doet een sjaal in de lucht, maar ik heb geen sjaal.
zitten ondertussen in de 10e minuut van de wedstrijd. Het staat nog steeds 0-0. Er zijn nog niet echt grote kansen geweest. Maar ik ga proberen wat te filmen voor jullie. Check dit. Ik heb hem net niet op beeld. Er is een goal. Alweer 3-0 in een half uur en ik heb telkens de goal niet op beeld. Er zijn mensen voor me die dan gaan staan en timing is gewoon slecht. Maar 3-0 in een kantje in een half uur. 3-0 in 30 minuten, maar los jullie beslissing. Penalty voor Dortmund en Adeyemi, toch? Adeyemi krijgt deze penalty van Bellingham. Bellingham heeft hem gegund, want hij kan een hat-trick maken. Hij kan een hat-trick maken. Het staat ondertussen wel al 5-0. Hè. Check deze penalty. Spannend, spannend. Bro kon een hat-trick maken, maar besloot om te missen. Hij mist. Jammer. Maar we kunnen het hem niet kwalijk nemen. Die boy, hij is 21 jaar. Man heeft al 2 goals gemaakt. Bro, die man zit goed, man. Complimenten naar die man. Wedstrijd is 6-0 geworden. We gaan het stadion verlaten, want het gaat anders zometeen super druk worden. Super erg genoten. Helaas had ik niet veel goals op beeld. Had ik eigenlijk wel moeten hebben. Maar we hebben genoten en daar gaat het uiteindelijk om. We zijn buiten, we hebben genoten van de wedstrijd. Tenminste, wat vond jij? Zeker een vast topwedstrijd. Ik ga niet eens liegen. Bellingham heeft zijn ding gedaan en ik kwam voor Bellingham. Zo, even serieus man. Normaal gesproken ga ik naar een wedstrijd waar het 0-0 wordt of 1-0. Maar dit keer is het gewoon... Bro, 6-0 geworden. Doe normaal, man. Voor al die keren dat je doelpuntloos bent gaan kijken, heb je alles in één keer gekregen. Ben je vandaag beloond. Plus, sfeer in het stadion, top. Supporters, niet normaal. Gek, gekke ervaring dit, man. We gaan denk ik even onderweg naar de auto lopen. En kijken wat we even nog meer gaan tegen kunnen komen. We zijn weer back met de camera. Oké, ik heb hem gemist, Ik moest de hele tijd met mijn telefoon filmen. Ik heb net die sterrenhemel. Die sterrenhemel is in de avond wel nice. Maar is dat vanzelf op je hebben aangedaan? Die sterrenhemel? Ja. Wat bedoel je? Want ik zag net, kijk, ik zie vallende sterren, dat heb jij gedaan. Nee, dat gaat automatisch. Yesu? Ja man, dat gaat gewoon wow. om de zoveel aantal seconden gaat dat man. We zijn ondertussen aangekomen in Essen, dat is een plek in de buurt van Dortmund. We zijn bij de McDonald's aangekomen. En ik dacht bij mezelf, weet je wat, omdat ik toch mijn camera terug heb, laten we ook even kijken of het menu van Duitsland iets anders is. Ik denk het wel. Wat hou jij meestal bij de Mac als je in Nederland bent? Of België? Ik pak gewoon een Big Mac menu. Oké. Gewoon basic, weet je. Maar je gaat vandaag niks anders proberen, zeg maar. Als er iets anders is, neem ik het on the side, snap je? Oké, duidelijk. Dankjewel, dit is mijn filet fish. Ilias Vieto, ik ga jou even nee, nadoen. Nee, die is sowieso scheef. Sowieso. Het is altijd een vraag, is je filet fish recht of scheef? Ik voel hem al dat hij scheef is. Oh! Hey, Ja, oké. Hij is wel scheef, maar op zich ook weer recht. Hier heb je lekkere... Potato, Kijk hier kijkers, we hebben best wel aparte frietjes hier man. Het lijkt op wafels, chippies, maar dit is gewoon, ja, dit is gewoon patat hier in Duitsland. En dan krijg je ook een bijzondere... Dit zijn jouw cheese snack, dat is van mij. Oh, die barbecue is van jou? Ja, die barbecue is van jou. Cheese snack is van jou. Ik heb ook nog cheese snacks. Oh, maar heb jij 2 keer filet-o-fish? Nee. Wat, daar een 2e filet-o-fish. Ik zeg je eerlijk bro. Hey, mijn nuggets zijn er niet. Oh. Ja, dan eet ik mijn filet-o-fish hè. Ja, in ieder geval, kijk hier. Ik heb ook cheese snacks, dus dat zijn eigenlijk gewoon een soort kaasvlees. En waar is die ene saus? Oh ja, hier. Ja, daar toch. Dit is de saus die we hebben gekregen bij de patat, sour cream. Ik ben benieuwd of deze saus lekker is. Wacht op mij met die saus. Je stapelt al die burgers daarop, wat als het valt? Maak jou geen zorgen. Even eerst ruiken. Bro, het stinkt. Het stinkt. Zuur. Dat is zo'n zure geur. Ai. Laat het smaken, pa. Ik heb te weinig genomen. Ik ook.
Allemaal even opnieuw. Kijk, dit heb ik wel veel. Het is gewoon een zure smaak. Jullie weten toch die groene Pringles verpakking? Gewoon dat, maar dan een beetje droog. Hij bedoelt eigenlijk de lok smaak. Ja, zuur. Ik zou het niet nemen. Ja, misschien moet je het iets vaker eten. Nee, ik heb geaccepteerd, dit is hem niet. Maar die patat, die op wafeltjes leken, die zijn echt lekker. Zonder grap. Deze ga je zo zonder saus chappen. Mm-hmm. Maar ik ben wel zo die guy, als ik iets niet lekker vind, ik chap het nog steeds. Ja, nee, ik niet. Ik wil nog een oproep doen trouwens. Als je deze video hebt gekeken, tof dat je hebt gekeken. Maar stel hè, stel toevallig. En kijk nu een profvoetballer deze video. Het zou ons tof lijken om gewoon een keertje naar je wedstrijd te komen kijken. Ik ga een vlog maken, ik ga genieten. We kunnen elkaar meeten zelfs, je weet toch? Dus check me, stuur me even een Instagram DM. Lijkt me juist hard. En ja, laten we het gewoon regelen man. Mm-hmm. Ik was laatst trouwens naar een wedstrijd gaan van Stade Reims tegen PSG. Toen was ik uitgenodigd door Mitchell van Berg, is een aanvaller daar. En zo naar hem, was echt een leuke ervaring. Er waren ook een paar vlogs van gekomen op dit kanaal. Maar zou wel gek zijn als we het alleen kunnen blijven voortzetten. Het wordt een serie. Ik en Junior gaan samen op pad. Ja toch, samen voetbal, op pad. Naar voetbalclubs. Genieten. Hey, wij gaan gewoon verder eten, want we hebben niks meer bijzonders om te testen, zeg maar. Fantaatje, filet of fish, et cetera, maar dat kennen we allemaal al. Ik wil je bedanken voor het kijken naar deze video. Vergeet niet te liken, vergeet niet te abonneren. En zoals ik vaker zeg, ik zie jullie weer binnenkort bij een volgende video. Ciao!